Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Green Mode voor aflevering nummer 19 hier in Emilia-Romagna. Mijn naam is Jan Schouwen en vandaag gaan we dus verder met de Green Mode. Maar eerst de Pirelli Hot Lap. Waarom zo snel? Ik was het intro helaas vergeten op te nemen. Waarom? De laptop crashte en daardoor was ik al mijn bestanden die ik tot nu toe had gemaakt kwijt. Dus ja, dan beginnen we gelijk goed met een challenge, de supercar. En kijken of wij voldoende racerspunten kunnen binnenhalen met eventueel geld. De checkpoint challenge gaan wij doen. We moeten binnen zoveel meters finishen, oftewel 9,250 meter voor goud. Er zijn een aantal poortjes die je doorheen moet binnen zoveel secondes. En als je er doorheen bent, dan krijg je extra secondes erbij. Goed verhaal. Maar goed, dan gaan we dan gewoon beginnen. Over ongeveer 57 seconden worden wij afgevlagd. Dus moeten wij binnen die secondes door een poortje heen zien te komen. En ik merk al gelijk dat het aanremmen echt heel moeilijk gaat. Snijden daar per ongeluk de eerste twee bochten af. Krijgen daar een waarschuwing voor. En ja, dan staan wij dus tweede. Hebben wij als tweede dus die rondetijd is neergezet. 8,763 meter. Brengt wat extra acclaim op. En wat extra sponsorgeld. Dus ja, dat is wel nice. Nice. En met dat geld kunnen we bijvoorbeeld sparen voor een andere rijder. Misschien wel Oscar Piastri gaan verlengen. We zullen allemaal even kijken wat het gaat worden. Maar heb je die vorige video in Australië gemist? Zal ik die eerst even terugkijken zodat je deze dus gaat zien. Het kan direct boven dit i'tje. Klik erop. En als jij die video verschijnen, maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer vooral voor meer. En ram ook gelijk op de abonneerknop. En ook op het belletje namelijk, ik weet niet wat ik zeg. Ram ook gelijk op het belletje, zodat jij geen enkele aflevering van mij mist. Ik ben een beetje in de war vandaag. Maar goed, dat mag de pret niet bederven. En dan zou ik zeggen, laten we lekker gewoon beginnen voor de kwalificatie. Niet de sprintrace, de kwalificatie. En daarna de sprintrace en daarna de hoofdrace. Er is regen voorspeld. Dus ja, dat kan nogal lastig gaan worden voor ons. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij de kwalificatie voor de sprintrace hier in Emilia-Romagna. Al wat flinke bewolking zie ik op het circuit. Dus ik denk dat het zometeen gaat regenen. Dus we moeten er gewoon naar buiten. En dat zijn we ook. Hetzelfde geldt voor Theo Poortje. Dus misschien kunnen we beiden door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Ik zeg dat niet goed. Maar goed, het is geen probleem. Schieten daar iets te ver door in bocht nummer 2. Missen daar de apex. En daar zit al iemand achter ons. Maar die gaan we niet voorbij laten. Dat is Lando Norris die ons voorbij wil. Alleen dat pikken wij niet. En de regen valt al naar beneden. Lichte druppels gaan al op het circuit verschijnen. En ik denk dat die regen zometeen heviger wordt. Komen we aan bij het DRS-gedeelte. Die is nu geopend en wij noteren een zesde tijd met een 1.19.6. Gaan dan nog eens een beetje in de weg rijden. Terwijl daar even, wie was dat, Ocon even op het circuit belanden. We hadden hem gelukkig gezien. En dan zijn we aanbeland bij het tweede kwalificatiedeel. En dan is ook, ja, ik ben zijn naam steeds kwijt. Oscar Piastri, die bedoel ik. Die is ook door naar het tweede kwalificatiedeel. Beide auto's van ons zijn door. Goed gedaan. Voor het eerst in My Team Career Mode is dit gebeurd. En nu moeten wij hopen op een goede kwalificatiepositie voor de sprintrace. Zijn we aanbeland bij het einde van onze eerste run hier. Bij sector 3. Hebben we het een beetje lastig met de tractie. En het grind. Net niet het grind aangeraakt. En wij noteren een 1.28.5. Een zesde tijd voorlopig. Maar de uitslag van Q2. Hamilton en Russell domineren. Mercedes aan kop. Verstappen op P10 redt het net. En wij staan op een P16. Want Oscar Piastri is sneller gegaan. En flink ook zie ik. Dus ja, dat belooft nogal wat voor de sprintrace.
Ik zou zeggen, laten we lekker doorgaan naar de sprintrace. Kijken wat dat dan gaat worden. Daar gaan we dan. It's wet here today and we're expecting the downpours to continue. This will make for a difficult sprint for all the teams. Running through the driver grid order for today's exciting sprint. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position, edging out Max Verstappen, who will start from P2. Looking at the rest of today's grid, we have Russell, Leclerc, Carlos Sainz, and Ricciardo, Fernando Alonso, Ocon, Mick Schumacher, and Alex Albon, Norris, Magnussen, Pierre Gasly, and Stroll. Oscar Piastri, The Professor, Yuki Tsunoda, and Robert Schwartzman. Tictum, Latifi, Perez, and Guan Yu Zhou. Which of these drivers will get pole position today? We will soon find out. Dan zijn we aanbeland bij de grid. Starten op de full wets hier in Emilia-Romagna voor de sprintrace. Kijken wat het gaat worden. We moeten vooral voorzichtig aan gaan doen bij de start. En de tractiecontrole is hier gewoon wat heftiger dan normaal. Waarom? Je rijdt op regenbanden. Dus ja, daarom. Geen stop. 11 rondes lang keihard knallen. En ja, het gaat erger regenen, zie ik. Het gaat ergerder regenen in het midden van de wedstrijd. Ik zie daar een bliksemschicht. Dus dat betekent hevige regen. Interessant wat dat dan gaat meebrengen. Misschien brengt dat wel een safety car op of een virtual safety car. Dus allemaal even afwachten. Start er dus op een P16. Start bij de formation lap is goed. Hopelijk hebben wij deze ook bij de echte start. En dan zijn we goed weg. Dan zijn we gewoon goed weg. En misschien kunnen we vandaag wel voor punten gaan. In deze regenrace. Want in de hoofdrace valt er ook regen. Achterbanden nog mooi opwarmen. En dan gaan we ons gewoon voorbereiden voor de grote prijs van Emilia-Romagna. Voor aflevering nummer 19. Alweer de derde race van seizoen 2. Sprintrace is het eigenlijk. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 19 van F1 22 My Team Career Mode. De lampen gaan aan voor de sprintrace hier in Emilia-Romagna. En ze zijn uit en we zijn onderweg. En we komen prima weg. We komen goed weg. We zien al helemaal niks. Maar zitten aan de buitenkant van Oscar Piastri. En daar is ook Gasly al misschien gezien. Lukt dat? Gasly uitremmen, Stroll. En we zitten een beetje opgesloten tussen die twee. Proberen aan de buitenkant te kijken van de Canadees. Lukt helaas niet. En Gasly heeft ons teruggepakt voor P14 in de race. Maar hebben Oscar Piastri, mijn teamgenoot, te grazen. Jazeker. Zo hoort het. Er zijn nog 11 rondes te gaan in de wedstrijd. Kunnen hier misschien kijken bij Stroll aan de buitenkant? Nee. Lukt helaas niet. Daar zit Piastri aan de binnenkant. En pakt ook gelijk Lance Stroll. 2-1 voor Oscar Piastri. Als hij dat volhoudt. Dat houdt Piastri vol. Jazeker. Piastri naar een P14. Stroll geeft niet op. Nog steeds zij aan zij tussen die twee. En dit keer is het Oscar Piastri die er hier echt even bij is. Jazeker. Goed gedaan. Van de Australiër. We moeten nu gaan verdedigen van Sergio Perez. Die heeft een gridstraf gepakt. Of die was gewoon niet goed in de kwalificatie. Ik weet het niet. Ik ga er vanuit van het laatste. Want we zijn nog vroeg in het kampioenschap. We zijn nog vroeg in het kampioenschap. En diezelfde Perez zit te kijken terwijl het geel is. Geel, want Ocon is er even naast gereden. En we moeten daar oppassen dat we hem daar niet hebben geraakt. Het scheelde heel weinig. En dat is P14. Jazeker. En zet de rood insect toch 1 neer. Perez zit op ons
Hamlin zit op onze staart en de safety car is uitgeroepen vanwege Esteban Ocon die daar te lang stil staat. De safety car. En het begint heviger te regenen. En nu is het helemaal storm. Kijk maar, die wolken zijn flink donkerder geworden. Er liggen overal plassen hier. Toen we denken aan F1 2021, My Team Career Mode. Toen ook hier in Emilia-Romagna. Was het hier ook zo'n hele stormachtige dag. We moeten daar even oppassen dat wij Piastri daar niet raken. Het scheelde maar weinig. En Perez uitgevallen. Sergio Perez uitgevallen in de wedstrijd. Oké, tijdens de herstart ging er iets mis met zijn Red Bull. En dat is jammer voor de Mexicaan die sowieso vanaf de laatste plek moet starten in de hoofdrace. Excuseer. En we gaan weer racen. Gele vlag nog steeds vanwege Perez, maar die auto is weggehaald. En nu is het weer groene vlag en we kunnen weer door. Stroll zit te kijken, maar kan er niet voorbij. We moeten naar Oscar Piastri toezien te rijden. En hem zo snel mogelijk voorbij. Groene vlag wordt gezwaaid, zegt Mark, maar het is al lang groen, dus ik weet niet wat je loopt te zeggen en te praten. Hier aan de buitenkant bij Piastri. Nee, net niet. Jammer. Ik had even heel veel moed, maar helaas. En hier dus een herhaling wat er is gebeurd met Sergio Perez. Verliest gewoon vermogen. En moet hem hier helaas staken. En moet de hoofdrace vanaf de laatste plek beginnen. Jammer voor Sergio Perez. Maar goed, dit is gewoon betrouwbaarheid. En daar hebben wij niks mee te maken namelijk. We zitten weer in ronde nummer 7. Als we wel naar Piastri toe aan het rijden zijn, maar kunnen nog niet echt aanvallen. En Lewis Hamilton leidt volgens mij de wedstrijd terwijl een virtual safety car is uitgeroepen. Voor wat? Voor wat is de virtual safety car uitgeroepen? Goeie vraag. Maar ik denk vanwege de weersomstandigheden. Dat die zo bagger zijn dat de race director zegt, doe maar even een VSC. Gewoon omdat het kan. We moeten nu afstand zien te bewaren van Piastri vanwege de delta die wij moeten gaan respecteren. Mark zegt dat we nog op de juiste banden zitten voorlopig op dit moment. Dat snap ik, want ja, de baan is gewoon klets en kletsnat. Het regent hier pijpen stelen, letterlijk, in Emilia-Romagna. En dus is de full wets een prima keuze. Er zijn nog 3 rondes te gaan in de race. En de VSC eindigt alweer. En we kunnen weer los. De sprintrace is weer hervat. En wij rijden nog steeds op een P14. We probeerden het daar bij Piastri in ronde nummer 8. Maar het is helaas mislukt. We moeten net zometeen opnieuw gaan proberen. Hopelijk bij het einde van het rechte stuk. Of hier dan, aan de buitenkant. Lukt dat? Aan de buitenkant. Jazeker. Meer tractie meenemen. En hier overtakeknop aanzetten. En dat is P13. Hebben Piastri mooi via die buitenkant de gazen genomen. Maar daar komt Lance Stroll. Aan de buitenkant. Is er voorbij? Jazeker. Stroll er voorbij vanwege de top. Snelheid probeert nog wel laat in te remmen. En dat lukt ook. Mooi. Terwijl het hout hier begint weer te kraken vanwege de warmte die erin hier speelt. Dat is jammer. Want dat hoor je namelijk terug. Maar goed, het is niet anders. Ronde nummer 9. Nog 2 rondes te gaan en Stroll zit dus achter mij. Regen wordt lichter aan het einde van de race, zegt Mark. Ga daar een klein beetje wijd. En het is geel, want Stroll is gespind. Lance Stroll is hem kwijt. Ik denk gewoon een moment oversturen dat hij moest corrigeren en daardoor dat hij hem had verloren. Maar wij rijden dus nu op een veilige P9. Hier is een herhaling wat er is gebeurd met Lance Stroll. Of is het gewoon een slordigheidsfoutje van de Canadees? Ja, het is een slordigheidsfoutje. Te vroeg op het gas en dat moet je hier niet doen en raakt ook Oscar Piastri. Maar Piastri heeft zelf geen schade. Dan rijdt Stroll hier gewoon lekker achteruit op het circuit. Alsof het heel normaal is en vervolgens zijn weg gewoon weer.
En dan zitten we in de laatste ronde van de wedstrijd. Ik heb per ongeluk een 3 seconden tijd af opgepakt. Maar het is geen probleem. Lewis Hamilton pakt de snelste race ronde en wint hier de sprintrace. Wint de pole position voor het eerst. Start Lewis Hamilton in F1 22. Maarten Kremer op pole positie. En wij vinden zelfs een 13e plek. Gaan we ons opmaken voor de hoofdrace en kijken wat dat dan gaat worden. De uitslag van de sprintrace. Lewis Hamilton pakt dus de overwinning. Verstappen op de tweede plek. Carlos Sainz naar P3. Russell 4 en Leclerc 5. Ricciardo 6. Schumacher 7. En Alonso pakt het laatste punt. Wij dus 13e gefinished. Piastri 14e gefinished. En Lewis Hamilton start dus op pole positie voor de hoofdrace. Met Max Verstappen naast zich. Dus ja, dat belooft nogal wat voor de hoofdrace. Daar gaan we dan voor race nummer 2. Hier in Emilia-Romagna voor aflevering nummer 19 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Hello there and welcome back to Imola. Home circuit of the Scuderia Ferrari. We expect to see a lot of local supporters in red today. They've all turned out for what we have every expectation will be a sensational event here at the Emilia-Romagna Grand Prix. A lap of Imola, anti-clockwise of course, unlike most Formula One circuits, will take our drivers round 3.1 miles of track. 19 turns, 9 right-handers and 10 left. Drivers will need to be precise at the hairpin turn 7, given the subsequent uphill section. Without a good exit from that corner, they'll lose a lot of time on that stretch. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Lewis Hamilton lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who will start from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Sainz, Russell, Charles Leclerc, and Ricciardo. Mick Schumacher, Fernando Alonso, Albon and Lando Norris, Magnussen, Gasly, The Professor and Oscar Piastri, Tictum, Tsunoda, Guan Yu Zhou and Lance Stroll, Ocon, Latifi, Perez and Robert Schwartzman. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Dan zijn wij inmiddels aanbeland bij de gridslot voor race nummer 2. In één aflevering natuurlijk. Hoofdrace. We gaan gewoon beginnen. We starten op een P16. En kijken wat dit gaat worden. Geen regen voorspeld, dus dat is goed om te zien. Medium hard is de strategie. Neem wat extra brandstof mee om het harder te kunnen pushen. Dan gaan we gewoon beginnen voor de Formation Lab. Hier in Emilia-Romagna voor de hoofdrace. Starten op een P13. Sorry, ik dacht een P16, een P13, omdat mensen een gridstraf hebben gepakt. En testen gewoon even de clutch en hoe goed wij weg kunnen komen. Auto op temperatuur brengen, zegt Mark Priestley. Dus ja, dat moeten we ook gaan doen. En dan is het zometeen kijken wat het gaat worden voor de start hier in Emilia-Romagna. De gridslots. Hoe goed komen wij erin? Hoe goed is onze start? Hoe goed komen wij weg? En waar belanden wij aan het einde van de rit? Komen wij in de punten of belanden we er net ernaast? Het zou jammer zijn als dat gaat gebeuren. We staan in ieder geval wel goed in de gridslot. Jazeker, is het wachten op de laatste auto. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 19 hier in Emilia-Romagna. De lampen gaan aan voor de grote prijs. Starten op een P13. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen matig weg. 3 momenten wielspin te pakken helaas. En hebben al 2 posities verloren aan Magnussen. Sorry, aan Tictum en aan Piastri.
Jammer maar helaas, daar zit ook gelijk Guan Yu Zhou te kijken naar de binnenkant, maar dat lukt helaas niet. Hebben die positie goed weten te houden, maar komen slecht weg. Twee posities verloren. Moeten gaan verdedigen ten opzichte van Guan Yu Zhou. Aan de binnenkant zit hij, maar die bocht kan hij net niet maken. Het is een beetje close hier met Piastri. Kunnen we hier aan de buitenkant kijken, lukt dat? Jazeker, dat lukt. In de sprintrace via de buitenkant. In de hoofdrace via de buitenkant. Jazeker, goed gedaan. Is het nu op naar Kevin Magnussen. En Tiktum is goed op dreef. Zit al in gevecht met Pierre Gasly voor P11. We moeten echt even opletten wat Magnussen aan het doen is. En Tiktum naar dus op positie nummer 11. Dan zitten we in ronde nummer 3. Als daar iemand rechtdoor schiet. Dat was Dan Tiktum. En Magnussen werd daar even door afgeleid. En we hebben hem weer terug veroverd. Gaan gelijk die binnenkant verdedigen. Zodat hij er niet langs kan. En het is dus P13. Raken daar wel een klein beetje in het grind. En Magnussen is er toch voorbij. Proberen hier terug aan te vallen aan de binnenkant. Wielen haken een klein beetje in elkaar. Maar het is geen probleem. En dit keer is P13 echt officieel voor ons. De volgende heet dan Pierre Gasly. En daarvoor rijdt Dan Tiktum. Zitten we in ronde nummer 5 van de wedstrijd. Als het geel is, zeg ik dat goed? Is het geel? Was het nou geel? Weet ik niet. Ik dacht, oh nee, het was geen geel. Dat was gewoon het DRS-activatiepunt op de map. Excuseer daarvoor. Onder nummer 6. Is het... En dit keer is het wel officieel geel. Jazeker. Geel in sector 1. En er valt iemand stil. Het is een Alpine van Esteban Ocon. Uitgevallen in de race. Begon het al in ronde nummer 5. Nee, begin ronde nummer 6. Ja, hij wou een aanval inzetten op de Aston Martin. En de motor begeeft het. De Alpine motor is weer stuk. En moet hem hier helaas aan de kant zetten. Jammer, maar helaas voor Esteban Ocon. En Alpine natuurlijk. Zitten we in ronde nummer 8 van de race. Als daar iemand rechtdoor schiet. Dat was Dan Tiktum die rechtdoor schoot. Maar we kunnen helaas niet aanvallen. Misschien hier wel. Zometeen aan de binnenkant. Lukt dat? We vallen aan. Aan de binnenkant. Wielbengen met elkaar. Wielen haken ook weer een beetje in elkaar. Maar dat is geen probleem. En Dan Tiktum is gezien voor P12 in de race. Nu op naar Pierre Gasly voor P11. Hier dus in herhaling wat er is gebeurd met de Britse coureur. Oh, die blokkeert gewoon. En dat is dus zijn exit helemaal verpest. En daardoor konden wij hem inhalen. Wat was er dus gebeurd? Zitten we in ronde nummer 15 als het wat bewolkter begint te worden. Maar er is geen regen voorspeld en we duiken naar binnen. En hopelijk kunnen wij Gasly gaan passeren in de pitstraat. De pitstop moet goed gaan. En we zitten op de helft van de race. Gasly dus bij zijn pitcrew aanbeland. Wij dus nu ook. 2,3. Goede pitstop en komen voor Pierre Gasly de baan op. Hebben hem ingehaald in de pitstraat. En Oscar Piastri is ook naar binnen. En nu kunnen we weer op het gas. En we komen achter Mick Schumacher weer de baan op. Op P13. Maar een goede pitstop. En hopelijk kunnen we nu naar de Duitser toe rijden. Voor P12. De punten lonken misschien. En we zitten in ronde nummer 16 als we daar Gasly hebben aan de buitenkant. Dat lukt niet. Het zit net te ver weg en dan is die knik voor ons. Sneden daar overigens wel heel scherp naar binnen om Gasly de pas af te snijden. En het is ook gelukt. Jazeker. Maar Schumacher rijdt nog te ver weg. Zie ik. Dat gat is 3,5. Schwarzman naar binnen gedoken. Dat betekent een gratis plekje hier voor ons. En Perez ook naar binnen, maar die komt voor ons weer de baan op. Jammer. Rijden op P12. Perez heeft de overcut geslaagd. En dan zitten we in ronde nummer 18 van de race als het daar geel is. In sector 1. Een Ferrari staat daar stil. Charles Leclerc volgens mij. Charles Leclerc staat stil in eerste bocht. Die heeft volgens mij een aanvaring gehad met Carlos Sainz. De beide Ferraris raken elkaar hier in Italië. Dat is niet wat iedereen wil zien.
Maar ik helaas wel. Maar goed, we kopen er niks voor, want we rijden niet in de punten. Dat is ontzettend jammer. Een herhaling. Charles Leclerc, aanvaller. Carlos Sainz, verdediger. Leclerc aan de buitenkant. Veel meer snelheid dan zijn teamgenoot is er voorbij. Maar hij blokkeert. Hij blokkeert. Jazeker. En moet hier even in het grind. Staat ook stil. En hiermee gaat Charles Leclerc, denk ik, ja, de winst vandoor. De winst van Charles Leclerc glipt uit zijn handen door een cruciale fout. Zitten we in ronde nummer 20 van de race. Als we daar Gasly hebben aan de binnenkant, is er voorbij. Raakt hij daar elkaar een klein beetje. En moet helaas hier een escape route nemen, omdat Gasly ons had geraakt op het linker achterwiel. Gele vlag, omdat Gasly daar dus stilstaat. En nog 12 rondes te gaan. Ik denk dat het hierbij ophoudt. Dat we op P12 gaan finishen, denk ik. En ik denk dat Carlos Sainz zijn derde achtereenvolgende overwinning pakt van dit seizoen. 3-3 voor de Spanjaard. Is hier bezig met een reeks. En kan misschien het record van Vettel gaan verbreken als hij zo doorgaat. Wij hebben trouwens dat record afgepakt van hem in F1 2021. Toen wonnen wij 16 uit 16. Dus het record staat eigenlijk nu in deze versie op onze naam. Maar in werkelijkheid is dat gewoon Sebastian Vettel. En Carlos Sainz is winnaar in Italië. Bezorgt Ferrari de winst. Wij dus op een P11. Net te kort voor een punt. Jammer maar helaas. Op naar de volgende race. So another excellent win from Ferrari. Tell me, Anne, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. Here we are, a team that is no stranger to the podium, taking their place on top once again. A sublime race today, and a stunning win for Ferrari. Goed, hier wordt dan dus de uitleg van de race. Carlos Sainz wint ook de hoofdrace. Zeg ik dat goed? Dat zeg ik goed. Hamilton naar P2. Leclerc dus dankzij die fout helaas naar de derde plek. Verstappen P4, Ricciardo. Het is echt zo verwarrend. Norris 4, Ricciardo 5, Stappen 6. Alonso 7, Perez 8, Albon 9, Schumacher 10. En wij helaas naar een P11. Jammer, maar helaas. En één uitvaller dus. Maar goed, het is geen probleem. En Sainz verstevigt gewoon zijn voorsprong. Wij dus als P14 volgens mij. Of P13, weet ik niet zeker. Maar ja, we moeten gewoon punten gaan halen in deze, ja, in dit seizoen. Wat we wel goed hebben gedaan is de rivaliteit breakdown. 6 tegenover 2 met Esteban Ocon. Dus dat zit wel goed. Dus hopen dat we dit volhouden. Team acclaim is ook goed. Richting level 12 dus mijzelf, level 8 voor Oscar Piastri en level 17 dus het team. Goed om te zien. Sponsorgeld $423,200 binnengewerkt dankzij alle doelen die we hebben voltooid. Geen schade gereden, dus 100k erbij. Dat betekent in totaal brengt het ons nu op $4,5 miljoen. Die kunnen we gaan besteden aan faciliteiten, jazeker. Maar ja, een goede wedstrijd. Vooral voor het geld. Dat is belangrijk en ik hou van geld. Je weet, geld is voor mij belangrijk. Hallo, ik ben Larry Morgan.
Maar goed, wat ook voor mij belangrijk is, abonneren. Abonneer gewoon voor meer, want deze video zit er helaas op, mensen. Ik ga deze video dus afsluiten en afronden. Heb jij genoten van deze video, beloon dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan en vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nu op mijn kanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse Formule 1 content. We gaan lekker met abonnees. Dus ja, laten we dit gewoon volhouden. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race en aflevering van mij mist. Je kan wekelijks van mij 2 video's verwachten op zaterdag en zondag om 1 uur. Dat is altijd standaard bij mij en misschien nog tussendoor als wij meer video's gaan uploaden en als ik er tijd voor heb. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het al, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.